Hallo allemaal. Op deze donderdagochtend alweer uh, 22 oktober 2020. Wacht even, 20, nee, 22-10, 2020. Goedemorgen, Joni. Goedemorgen, Ozien. Goedemorgen, Antoon. En um, Goda, Jo26. Ik heb uh, thee genomen. Uh, ik had gisteren zoveel koffie op dat ik even een, een, een beetje een detox-dagje doe. Wat een kut tijd! Ja, hè? <laughs> ja het, uh, het is inderdaad vroeg en uh, het is niet voor iedereen een ideaal moment om uh, te luisteren naar, naar, naar een ander. Of in ieder geval wil je misschien uh, nog even lekker chillen. Dan kun je het altijd nog terugkijken, natuurlijk. We gaan er meteen in vandaag eh, met de onderwerpen. Eh, eerst even de huishoudelijke dingetjes. Abonneer je op het kanaal als je hier voor het eerst bent en dat nog niet hebt gedaan. Want dat is fijn voor de views, voor de. Nou ja, dan, dan circuleert het makkelijker rond, zeg maar. Maar eh, je kunt eh, ook je, deze streams delen natuurlijk op de social media kanalen als je dat wil. En het idee is wel dat het, de stream gaat groeien. We hebben nu al 55 mensen. Nu, hier. Dus dat is mooi. I'm so toxic. Ja, inderdaad. Um, um, even kijken. Pff, ik, uh, ik heb niet onwijs voorbereid of zo. De onderwerpen niet onwijs voorbereid. Ik was ook al om vijf uur wakker. Dacht ik, ik ga, ik ga achter een bureau zitten. Ik ga alvast het inlezen. Ik ga mijn onderwerpen goed voorbereiden. En toen zat ik toch weer iets heel anders te doen. Zo gaat het dan. Dus ik ben wel een tijdje wakker al. En um, hoe zit dat met jullie? Even kijken. Ik had hier wat dingen klaarstaan. We gaan het even hebben over, ja, even voor de fun, de excuses van de Oranjes. Gisteren de plechtige excuses die vanaf hun woonadres uh, werden gedaan. En door de media werden opgepakt en geanalyseerd. Zelfs op lichaamstaal. Nou, ik heb daar zelf dus erg om moeten lachen. Ik, ik vond dat een heel komisch uh, artikel. Het stond in het AD. Lichaamstaal expert ziet verdriet, teleurstelling en spijt bij maxima. En nou ja, inmiddels na, nou, wat is het, uh, twee decennia uh, maxima in, um, in beeld, is, 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 is haar, uh, haar uitstraling is natuurlijk heel typerend, heel kenmerkend. Ze dus heeft een beetje die... Uh, ja on-Hollandse manier van uh, een soort intensiteit zou je kunnen zeggen in haar blik vaak maar hij is ook heel statisch geworden vind ik de laatste jaren het is, het is, het is zoals veel publieke figuren vaak een aantal gezichten hebben heeft zij die ook en Alexander inmiddels ook hij heeft een beetje zijn losse zijn losse stijl maar hij heeft ook zijn zijn hele stijve houding heel erg en dat hadden ze gisteren ook. Maar die lichaamstaal-expert gaat er dan uh, heel erg op letten. Ik vind lichaamstaal, trouwens, de experts die er op dat gebied zijn... die je op YouTube kunt vinden, heel interessant. Um, omdat er af en toe mensen tussen zitten die inderdaad... een hele interessante uitleg geven bij bepaalde, bepaalde verschijnselen. Zoals inderdaad kipperen met ogen. Of... Maar ook wat iemand zegt en... Hoe snel iemand iets zegt. En weet je, dus, dus die mensen die alles kunnen thuisbrengen en een soort van compleet verhaal maken. Ik, ik ga er zo lang over door, over niks eigenlijk. Want laten we wel even zeggen dat dit natuurlijk een totaal overtrokken iets is geworden. Want alsof er iets, um, alsof er niks anders in het nieuws was, zeg maar. Of in ieder geval moest dit afleiden van iets in het nieuws. Dat gevoel krijg ik hier een beetje bij. Ik denk niet dat iemand zich nog bezig heeft gehouden met de vakantie van Willem-Alexander na, nadat het er al vier dagen over ging. Zeg maar. maar goed, laten we even voor de grap uh, kijken wat, wat het AD daar dan van maakt, zeg maar, van deze happening. In een opvallende Instagram-video maken Willem-Alexander en Maxima excuses voor hun onnadenkende Griekenland-vakantie. Maar meent de koning zijn spijtbetuiging en wat straalt hij non-verbaal uit? Deze site liet experts de beelden analyseren. Oh, dit is geschreven trouwens door David Bremmer. Dat, die ken ik nog toen ik. Uh, ik heb ooit stage gelopen bij de Universiteitskrant in Leiden, bij de Mare. En hij was daar mijn collega, grappig. Aardig jongen verder. Maar. Um, even kijken. Dus hij, 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 hij heeft dit opgetekend en hij zegt dan. Eigenlijk had Willem-Alexander al veel eerder door het stof moeten gaan, stelt presentatiecoach en trainer Donatello Piras. Deze excuusvideo komt rijkelijk laat. Dat gezegd hebbende vindt hij het wel een verstandige zet. Uh, oh ja. De bedrukte stemming in de video valt op, stelt Piras. Het lijkt bijna alsof er iemand overleden is. Even, ik moet even, even een ademhaling hebben. Um, dus de, het, het AD meent er een bepaalde relevantie te zien in de vraag of de koning en koningin van Nederland hun excuses menen. En we kunnen eigenlijk pas door met ons leven als we zeker weten dat ze het niet faken, zeg maar. Dat ze spijt hebben van hun reis. Iedereen, iedereen weet dat ze helemaal geen spijt hebben van die reis. Zoals niemand nu spijt heeft van dingen die hij doet tegen de coronaregels in, maar die misschien moesten. Of... Maar dat je gewoon denkt: verdorie, uh, ik ben betrapt, verdorie, het mag niet meer. Maar spijt hebben, um, ik geloof niet dat dat een emotie is en dat hoeft ook helemaal niet. Alsof excuses altijd heel erg wel gemeend moeten zijn, sowieso, in het sociale verkeer. Zeker bij, uh, formele, in een formele setting, met um, informele functies. Als Angela Merkel de excuses aanbiedt aan, een, um, aan, een, aan Erdogan of, zo, of zoiets, dan is dat... Nou ja, dat meent ze denk ik volgens mij wel. Ik denk dat ze... Dat... Dat is dan net zo'n uitzondering. Nee, grapje. Maar ik, er zijn natuurlijk tal van voorbeelden waarin excuses worden gemaakt uit bittere noodzaak, omdat dat de boel weer sust en dan kunnen we weer verder. Dus Nederlanders zijn zo, zo uh, wars van, van hiërarchische verschillen en zo. Dus uh, willen gewoon graag zien, willen bij iedereen graag zien dat ze overlopen. Van emoties want dat is het enige wat we nog kunnen lezen of zo weet je wel dus dit gaat dus niet dit gaat dus niet over willem alexander maxima dit gaat over ons dit gaat over um, hoe wij de hoe, hoe wij um, dingen hoe wij dingen kunnen interpreteren zeg maar die andere mensen doen dus niet meer door zelf conclusies te trekken maar we willen dat mensen uh, gevoelens helemaal laten zien. Ik kan me, dat is eigenlijk bij elke publiek figuur in Nederland. Is dat, bij elke ophef is dat zo gegaan. Op het moment dat iemand dan zegt van... Ja, maar ik ben, ook, ik, ik ben ook verkracht of zo. Ja, sorry dat ik dat voorbeeld moet noemen. Dan is iemand gewoon in het oog van, van de mensen veel respectabeler. Oh, dat is wel heel erg. Nou, nu je een slachtoffer bent... Kunnen we je eigenlijk niet, an niet anders dan aardig vinden, weet je wel. Saskia Noord-achtige dingen, weet je wel. Dus heel veel vrouwen doen dat, uh, Femke Halsema. Het is dat, uh, de vermenselijking die ze snappen, maar natuurlijk niet echt hebben. He, dus Femke Halsema is natuurlijk helemaal niet empathisch. Maar het is de soort van koude empathie die ze laat zien. En die wij, die wij verwarren met, uh, met, met vrouwelijkheid of wat dan ook. Tenminste, sommige mensen... Maar laten we even de Willem alexander en Maxima weer, weer nemen als het centrale onderwerp. Even kijken. Het is gewoon grappig hoor. Het is niet, het laat ik het niet te serieus maken. Um, dat is, even kijken, het lijkt bijna alsof er iemand overleden is, dus, zegt die persoon. Dat is deels bewuste strategie. Door zo uitvoerig excuses te maken, denken veel Nederlanders, ho ho. Waar hebben we het over? Zo erg is het nou toch ook weer niet. Dat zie je ook op social media terug. En nu door naar de echt belangrijke zaken klinkt het. De vorst voorkomt bovendien bij voorbaat dat hij te laconiek is. Hij gaat dieper door het stof dan nodig, maar dat is ook slim. Nederlanders zijn toch ook een beetje van leuk joh, dat je koning bent, maar je moet wel normaal doen. Nou, op zich is het, dit, dit is het wel een hele rake observatie. Op zich is er niet per se iets mis met die observatie, maar het is meer dat we. Dat we, kijk, eigenlijk zou er het echte nieuws zou zijn een kritiek op dit artikel. Zeg maar, hoe, hoe kan het zijn dat we dit um, serieus nemen? Weet je, dus je, je, je moet dit als een soort als het fenomeen zien. Het fenomeen Maxima en Alexander doen iets. Wij vinden daar iets van. Andere mensen vinden weer iets van, van hoe wij dat vinden, en weet je wel, dat, dat fenomeen. Zeg maar. dat, dat, dat is natuurlijk veel boeiender. De tekst is eveneens goed gekozen, meent de presentatiecoach. De zin: We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar is retorisch sterk. Die bevat een tegenstelling en doet denken aan het eenzaam, maar niet alleen van Koningin Wilhelmina. Dat blijft hangen. Oké, okay, tot zover. Dus, dus je kunt over de retoriek inderdaad natuurlijk uh, dat soort dingen zeggen, inderdaad. Um, dat is gewoon iemand die, dat, die daar iets van af weet. Maar dan, maar dan dit. Even kijken hoor. Maar de vraag is uiteraard menende koningin... menende koning en koningin hun excuus. Volgens de lichaamstaal... expert Denise Deschamps... dus iemand anders dus weer... is dat bij Willem-Alexander lastig te zeggen. Beiden zijn ongetwijfeld... vooraf uitvoerig gecoacht. Ik, ik weet niet hoeveel... Ik denk... Er zijn vast mensen die... die dat inderdaad willen weten. Ik, ik vind dat totaal... Nou ja, wat ik net al zei, totaal irrelevant... Uh, uh, en oninteressant. Of mensen hun excuses menen. als het duidelijk. Als het, als het niet gaat over iets waar ze spijt van hebben. of zouden kunnen hebben, echt. Weet je wel. Ik denk het enige waar ze nu spijt van hebben. is dat ze niet gewoon stiekem. Uh, weg zijn gegaan. En ik denk dat dat ook de volgende. de, de, de volgende poging om, om op vakantie te kunnen zal. zal, zal uh, ja, daar, dan zullen uh, uh, Alex en, en Max zullen dat dan stiekem gaan doen. Dus, Want dit willen ze natuurlijk niet nog een keer meemaken. Ja, of ben ik nu heel cynisch? Ja, ik weet niet. Maar volgens mij is dat. Uh, um... De vraag of, of Koning Willem-Alexander oprecht is of niet. Vind ik. Uh... Vind ik een, um, het feit dat mensen dat, dat interessant vinden, vind ik een heel slecht teken. Weet je wel? Het is uh, volgens mij. Um, volgens mij wordt Willem-Alexander elke dag wakker. Gewoon in een land met 17 miljoen kleuters in een indoor speeltuin. En dat is, dat is, waar, dat is waar zijn lichaamstaal over gaat. Dat is wat ik zie als ik hem zie, is dat. Simpele kutvolk wil nu iets horen en dat ga ik je nu vertellen. Dat, dat betekent dus helemaal niet dat hij per se een slecht mens is, of dat hij uh, geen gevoelens heeft, of geen spijt zou kunnen voelen. Of, maar, ni maar niet zo. Je, dit is niet hoe spijt werkt, dit is niet hoe berouw werkt, dit is niet hoe uh, verdriet in elkaar steekt, weet je wel. Want dat, dat, dat die lichaamstaal expert verdriet ziet, verdriet ziet bij Maxima, dan begrijp je überhaupt verdriet niet, volgens mij. Wat dat betekent. Ze kunnen niet stiekem weg, zegt Edwin. Dat kunnen we zien aan de Koninklijke Standaard bij hun kooitje. Ik denk dat het lastig is, maar niet onmogelijk, toch? Genoeg erover, jongens. Uh, verder. Even kijken, wat had ik hier nog? Even kijken, jongens. Jullie zijn er wel weer allemaal andere dingen aan te bespreken, zie je. Uh, maar we gaan even door met de. Wat heb ik alweer gezegd? Wappi wetenschapsjournalisten. Om weer even het woord wappi erin te gooien. Het is altijd super, super verstandig, vind ik, om dingen waar je van beschuldigd wordt gewoon keihard terug te kaatsen. Dus dan dat de, dat de betekenis volledig wordt uitgehold van het begrip wappi. Dus het um, ja, ontwapenen eigenlijk van die term door, door, door het overal over en weer te slingeren, dan gaat het vanzelf weg, toch wel, denk ik, uiteindelijk. Net zoals. Ze kunnen, ze kunnen, het woord natie is natuurlijk volledig opgebruikt. Dus nu is het alleen maar wappie. Even kijken, dit, dit werd ge, uh, geretweet door Wierduk gisteren. Ik begrijp niet waarom, of hij het dan daarmee eens is of niet. Ik denk dat ik moet stoppen me dat af te vragen. Want uh, het was een verwarrende, het was in ieder geval een beetje verwarrend. Maar daar heb ik het in ieder geval, uh, uit zijn tijdlijn heb ik dit gehaald. Uh, dit is een het gaat over een brief uh, die een wetenschapsjournalist heeft gestuurd naar, naar zijn, vermoedelijk zijn, uh, huisarts. En uh, daar spreekt heel veel woede uit en onbegrip. Ik zal hem even voorlezen. Het is een, um, een, een kort briefje. En dan wil ik het even hebben over wat daar eigenlijk in staat. Um, beste dokter, en dan staat het doorgestreept met een pen. Dus dat kun ik niet lezen. Eerlijk gezegd schrik ik een beetje hoe u als huisarts in het zwaartekrachtveld bent beland van allerlei gemakkelijk weerlegbare pseudowetenschappelijke prietpraat. Ik denk dat op u als huisarts en op mij als wetenschapsjournalist de grote verantwoordelijkheid ligt om het publiek eerlijk te informeren op basis van verifieerbare feiten en gedegen gepubliceerde vakliteratuur. Niet op basis van emoties in allerlei makkelijk weerlegbare onzinverhalen die je aantreft op allerlei schimmige websites. Want natuurlijk is COVID-19 dodelijker dan een griepje. Ik begrijp die aanhalingstekens niet, maar ze staan er. En dan staat er uh, sterftepercentage uh, 0,5 tot 1 procent. Is er alle reden om aan te nemen dat de waargenomen toename in besmettingen niet is te verklaren uit fout positieven, omdat de PCR te gevoelig staat afgesteld en natuurlijk hebben wij geen overheidsagenda om de paniek in het land aan te wakkeren. We zijn een onafhankelijke krant. We zouden wel knettergek zijn om het niet groot op de voorpagina te brengen, als er ook maar de minste aanwijzing was voor... ...een of andere sinistere overheidscampagne... ...om de burgers angst aan te jagen. Het is allemaal één zin, hè, dit. Sorry. Dat zou een enorme primeur zijn. Ik vind het surrealistisch en een beetje griezelig... ...dat ik u dat als medisch hoogopgeleide opgeleide huisarts... ...kennelijk moet uitleggen. Punt. Nou, het is slecht geschreven, waardoor je, weet je soms... Um, als mensen sarcasme gebruiken, dan um, moet dat natuurlijk goed blijken uit de context. Maar dat is hier heel slecht gelukt. Maar volgens mij is het wel sarcasme. Hij begint dus eerst van. Uh, hè, hij maakt in feite een terecht punt. Maar je voelt wel aan dat hij natuurlijk dat gaat terugnemen. Um, hij schrikt ervan uh, dat, die, dat die huisarts. Uh, dus uh, Priet praat eigenlijk overneemt en niet uh, verifiëerbare feiten en uh, gedegen vakliteratuur gebruikt. Emotie dus boven kennis. Dat is het verwijt hier. En dat, daar heeft deze huisarts zich dus schuldig aan gemaakt... volgens deze wetenschapsjournalist. En dan komt een soort sarcasme. Wat natuurlijk is COVID-19 dodelijker dan een griepje. Ik denk dat hij bedoelt... Wat natuurlijk is COVID-19 dodelijker dan een griepje of zo... Of juist niet? Even denken hoor. Ik, nee, ik ga gewoon eerlijk zeggen, ik begrijp die zin eigenlijk niet. Wat hij nou wil zeggen. Wil hij nou zeggen dat die huisarts heeft gezegd. Dat het griepje. dat COVID niet dodelijker is dan een griepje. En wil hij dat nu rechtzetten? Of vindt die huisarts juist wel dat COVID-19. Uh, dodelijker is dan een griepje. Hoe zeg je dat? Ik, denk dat? ik denk dat hij bedoelt dat hij... Hij gaat nu vertellen wat die huisarts dus niet begrijpt. Dat is volgens mij toch wat er staat. Uh, hij, wat er staat is... Hij, ne, natuurlijk is COVID-19... Hij is zo overtuigd van zichzelf dat hij natuurlijk schrijft. Natuurlijk is COVID-19 dodelijker dan een griepje. Is er alle reden om aan te nemen dat de waargenomen toename in besmettingen niet is te verklaren uit foto's Nou, uh... ja, hij, hij gelooft dus al die dingen, want wij zijn een onafhankelijke krant. En het gaat mij eigenlijk met name om dat laatste wat hij zegt. We zouden wel klettergek zijn om het niet groot op de voorpagina te brengen als er ook maar de minste aanwijzing was voor een andere sinistere overheidscampagne om de burgers angst aan te jagen. Dat zou een enorm primeur zijn. Uh, deze journalist die redeneert dus van: als er een overheidsagenda zou zijn, als er een sinister plan zou zijn, dan zouden wij toch wel de eerste zijn die dat op de voorpagina zouden zetten. Dus met andere woorden, het is een drog reden. Dus als het niet op de voorpagina van de krant staat, dan is er ook geen overheidsagenda. Dat snap je toch wel? Want anders hadden wij het heus wel gebracht, want dat zou een primeur zijn. Dat zou. Nieuws zijn namelijk. En het feit dat het, dat het geen nieuws is, is omdat het, nou ja, niet, niet, niet in de krant staat, snap je? Dus dan hadden we het er toch heus wel opgezet. Dus hij kan helemaal niet denken, althans niet in dit briefje, dat er misschien een draadje is wat je kunt volgen, hè, naar, oh, iemand zegt dus dat er een overheidscampagne is. Nou, zou daar, zou daar iets van waar kunnen zijn? Nee, het is alles of niets voor deze, voor deze wetenschapsjournalist. En de huisarts hier, die moet eigenlijk. Um, uh, zijn kop moet er eigenlijk af, want hij heeft zich schuldig gemaakt aan emotie boven feiten. Deze wetenschapsjournalist niet, natuurlijk. Die gaat alleen maar af op feiten en gedegen gepubliceerde vakliteratuur. En uh, of, of die arts dat maar zich eventjes wil aantrekken. Ik weet natuurlijk helemaal niet, uit deze brief kan ik hem niet opmaken wat er gebeurd is, natuurlijk. Welke hui, wat die huisarts precies aan vreselijke, uh, onwetenschappelijke dingen heeft gezegd, of wat dan ook. Maar uh, het feit dat het niet genoemd staat, geeft mij al een beetje het idee dat het niet heel erg schokkend zal zijn geweest. Niet in de trant van, nou, u heeft een hoesten, u heeft misschien COVID, maar u mag gewoon naar huis, want het is een griepje. Ik denk niet dat, dat er een huisarts is in Nederland die zo ontkennerachtig te werk gaat. Dat, uh, dat mensen met, met, met verschijnselen naar huis worden gestuurd of wat dan ook. Ik vind, ik, dat hele huisartsen doen gevaarlijk als ze het verhaal niet geloven, vind ik totaal overtrokken. Um, um, sterker nog, andersom gebeurt het vaak dat huisartsen goede eh, behandelingen doen en goed nadenken, juist op basis van feiten en vakliteratuur, zoals met de HCQ. Uh, hydroxychloroquine. Dus daar was wel genoeg. aanleiding om dat te gebruiken. Maar deze wetenschapsjournalist weet het beter. En is het niet zo dat journalisten het de hele tijd beter weten. dan alle, alle artsen? En zo. Ja, ook de Deden wat hieruit spreekt, weet je wel? Ik vind het surrealistisch. en een beetje griezelig. dat ik u dat als medisch. hoogopgeleide huisarts. kennelijk moet uitleggen. En dan heb je nog de reacties hierop. Uh, op, de pagina, op, de, op de Twitter-pagina hieronder van het originele bericht, waarin mensen dus zeggen, dingen zeggen als: Ja, maar de geneeskunde is eigenlijk een verkapte HBO-opleiding. En uh, ja, huisartsen weten helemaal niks. Wat is, wat is hier aan de hand, jongens? Wat is dit voor een, uh, voor een bizarre aanval op. Dus de hele tijd de mensen eruit halen die echt niet ons vijand zijn, weet je wel. Zoals huisartsen of wat dan ook. Het zijn de mensen die in hoog functies zitten. die voor huisarts spelen. Dat vind ik veel enger dan huisartsen. Ik vind huisartsen die. dus medicijnvrije huisartsen en zo. vind ik ook best wel eng. Maar weet je, daar kun je nog voor kiezen. Dat, dan weet je dat van tevoren. Als, als patiënt. Ik ga naar een huisarts. die geen medicijnen wil voorschrijven. Maar, maar het idee dat, dat, dat alle huisartsen. gewoon normale huisartsen. niet. Afgaan op hun kennis en vakliteratuur is gewoon nergens op gebaseerd. En, en, en een wetenschapsjournalist noemt dat dan dood, doodleuk emoties, omdat hij gelooft in zijn waan, dat, omdat hij nog niet snapt hoe, hoe, het, hoe het zit, dat er, dat er misschien een overheidscampagne is, dat er misschien een ander spel wordt gespeeld dan alleen maar ons beter maken, dat spel. Dat, dat maakt hem dus een soort bully van iedereen die, dat, uh, die hem daaraan herinnert. Ik heb, het, ik heb het journalisten vaker horen zeggen, trouwens, op andere, ook op, over andere dingen. Als er een aanwijzing zou zijn dat er een complot was, haha, nou dan hadden we het toch, toch al lang gepubliceerd, jongens. Want dan was dat toch ons gewoon komen aanwaaien, dat nieuwsbericht. Dan hadden wij het gewoon in de krant gezet. Kijk, als, je, als het gewoon zo is, dan zetten we het in de krant. Maar als het niet zo is, dan zetten we het niet in de krant. Weet je, dat. Dus als wij het niet vinden, is het niet waar. Dat is, dus dat is, een, dat is de disconnect van de media, zeg maar, als het gaat over de werkelijkheid en wat er zou kunnen zijn. Hè? Dat is het hele idee wat zou er kunnen spelen, is volledig uit hun bewustzijn verdwenen. Het is alleen maar. Natuurlijk, het moet, alles moet in het straatje passen van de overheid. De overheid kan er niet. Kan niet het probleem zijn hier. Kan gewoon niet. Dat is gewoon te groot. Het is te groot en dan valt alles eigenlijk in duigen. Bam, 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 bam. Oh, jongens. Berend zegt: Ik heb gisteren het stuk van NewsYear over QAnon gekeken. En ik begrijp ook niet waarom dat een probleem zou zijn, zegt hij. Nee, precies. Dat was waar we het gisteren over he hadden. Hè? Van waar, oké, okay, noem het dan een complot. Hè? Iets complotterugs. Mag. Maar waarom, wat maakt het een complot? Wat, wat maakt het dan een complotdenken? Waarom is het niet gewoon um, hardop nadenken of zo? Wat zou, kunnen wat zou er aan de hand kunnen zijn? Waarom, waarom gebeuren er bepaalde dingen die, die we niet kunnen verklaren door gewone ouderwetse journalistiek onderzoek? Weet je wel, gewoon. Dat je dan iemand, nou, iemand afstapt van, oh, um, nou, we hebben hier een pandemie, wat vindt u daarvan? He? Dus dat, dat je dus voorbij dat, dat gaat, zeg maar. Dat je dan gaat kijken bijvoorbeeld van, oh, waar worden die vaccins gemaakt? Of wie zitten er daarachter? Hoeveel geld gaat daar, is daarmee gemoeid? Dat soort dingen gebeuren helemaal niet meer. Dat hoeft ook niet, want als het waar zou zijn dat er belangen zouden zijn achter de schermen. dan zou dat op de voorpagina van de krant staan. Dus het staat niet op de voorpagina van de krant. Dus meneer de huisarts, het is niet aan de hand. Begrijp dat nou gewoon? Ja, Berend zegt: ze gaan niet in op de kernpunten van het complot, alles wordt weggelachen. Ja, het wordt weggelachen inderdaad. Dat is de staat van de. Van het gebeuren. Iemand zegt. Ik heb een nieuwe complottheorie nodig. De oude complotten zijn allemaal uitgekomen. Nee, ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar de, de, de verwijten die ik heb gehad de afgelopen paar jaar, dat ik complotten zou. Uh, het staat zelfs op mijn Wikipedia pagina. Uh, dat, dat ik een complotdenker ben, geloof ik. Uh, maar de verwijten die ik kreeg, was dat ik in een soort van. Oh ja, gaslighting. Ja, ik heb een paar jaar geleden schreef ik over het fenomeen gaslighting, wat gewoon een term is uit de psycholo psychologie. Dus ik had daar dingen over gelezen en zo. En ik begon dat een beetje beter te begrijpen in het kader van narcisme en hoe psychologische oorlogsvoering werkt. En hoe je mensen op het verkeerde been kunt zetten en kunt laten twijfelen aan hun eigen realiteit. Het zijn gewoon hele algemeen geaccepteerde begrippen. Binnen de psychotherapie ook. Um, en ik zou, omdat ik dat koppelde aan hoe de overheid communiceert met ons, maar ook bedrijven. Dus het is ook gewoon een marketingtool. Gaslighting is helemaal geen complot. Het is gewoon een marketingtool om, zoals de NS bijvoorbeeld om, wel eens omroepte, van op het station, zo kwam ik er ook wel eens op, van wat is het eigenlijk voor rare boodschap? Dan hoorde ik van, om het reizen voor u. Plezieriger te maken, om onze klant beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij vanaf morgen op dit traject, in plaats van vier treinen, twee treinen ingezet. Hiermee hopen wij dat de, de doorstroom van de, nou, weet je wel zo. En dus wat je hoort is, uh, wij doen dit allemaal voor u, want u als klant staat helemaal centraal. Dit is eigenlijk alleen maar beter voor u. Maar. Wat er wordt gezegd, is dat er dus minder treinen rijden. Dat is een vorm van gaslighting. Dus je gaat denken. Kijk, als je het maar vaak genoeg hoort. Hè, want als je, je kunt dat niet één keer omroepen, maar als je dat in, overal doorvoert in je communicatie als bedrijf of als overheid, dus dan ga je op een dag het idee loskoppelen in je hoofd dat, er, dat je benadeeld wordt door, hè, door een bedrijf. Dus je krijgt bijvoorbeeld steeds minder. Er um, was dan ook zo'n voorbeeld van... dat er steeds minder in een verpakking zit, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, dat ze elke keer... Dus je koopt 100 gram koffie, ik zeg maar wat. En elke keer halen ze daar dan 2 gram af. En op een gegeven moment denk je van... hè, Ik heb dat wel eens met onsjes vleeswaren. Vroeger was het gewoon een onsje. En nu... Dit staat er ook wel op. 90 gram staat er dan. Staat heb je 90 gram boterhamworst in je hand? Dat staat erop. Dus de, de, daar wordt niet, hè? het is niet dat dat dan niet waar is... Maar mensen kopen het met het idee dat ze een onsje vleeswaren kopen. Dus dat is ook een vorm van gaslighting. Je bent eigenlijk uit, um, je ontkoppelt eigenlijk wat je denkt en wat het is. Dus wat je denkt is, het is nog steeds een onsje, maar het is 90 gram, weet je wel? Wat je denkt is, ik ga met de trein en de NS zet uh, hoe heet het? He wil mij als klant verder helpen? Maar wat je krijgt is een overvolle trein. Weet je wel? En ga zo maar door met alles. De overheid zegt: Wij doen dit voor. Hè, we willen de crisis bestrijden, zodat iedereen. Mij uh, nou, niet, zodat iedereen. maar. willen met een hamer deze, deze, dit virus verslaan. En uh, dus het idee dat, dat, er, dat het gaat over gezondheid van mensen en levens van mensen. Ondertussen gebeurt er. Eigenlijk niets waar, 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 waaruit dat blijkt. Niet echt serieus. Want we zijn andere mensen niet aan het behandelen. En we laten heel veel ouderen depressief thuis alleen, die eerder overlijden. Um, maar goed, ik werd dus. Sorry dat ik weer zo'n zijspoor neem. Maar ik werd dus. Op dat, daarover, over dat onderwerp werd ik dus een complotdenker genoemd. En ook dat ik cultuurmarxisme. Um, uh, ter, hoe zeg dat, introduceerde met een aantal, aantal anderen. Als een um, verschijnsel wat, wat naar Nederland zou komen. Uh, in, binnen onze universiteiten zijn gif zou, uitgaan, zou uitstrooien. Dat is ook gebeurd. Um, <tie> en ook daarin werd ik een gekkie genoemd. Want nou ja, cultuurmarxisme is sowieso natuurlijk... Um, een totaal, een totaal complot. Weet je, dus als ik dan vroeg van... maar is er zoiets als marxisme? Ja, weet je wel. Dat, ja, maar het was dan niet... maar cultuurmarxisme is idioot... want marxisme gaat over... Uh, de klassenstrijd van arbeiders en zo. Ten opzichte van hun... Uh, want, dus het proletariaat zeg maar, tegen de macht. Maar cultuurmarxisme... is een observeerbaar... verschijnsel, namelijk dat... het marxisme de arbeider... heeft laten schieten... En dus probeert om de gelijkschakeling te bereiken via culturele gelijkschakeling. Dus het introduceren van identiteitspolitiek in musea, culturele instellingen. Het, nou ja, het, het, nou ja. Complotdenkers zijn mensen die wakker zijn. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn uh, mensen die geen complotdenkers zijn, die wakker zijn, maar er zijn geen mensen. Zeg je nou goed? Uh, er zijn mensen die wakker zijn, die geen complotdenker zijn, maar andersom niet of zo. N nee, sorry. Er zijn. Ik ken geen complotdenkers die nog steeds geloven in het verhaal, het ingeslapen verhaaltje van de, van de overheid. Zonder dwarsliggers kun je geen spoor bouwen. Nee, en de dwa dwarsliggers heb je nodig. Aan de randen van het debat. Het, het zijn eigenlijk de, zoals ik het zie, een beetje de, de robots, zeg maar, die de bommen onschake, onschadelijk maken in een mijnveld of zo. Weet je wel? Dus je hebt, je hebt mensen die leven in, in uh, dus je hebt zeg maar een dorpje mensen en dan daaromheen is het één en spannend, onbegaanbaar terrein. Wat, 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 hè, wat, wat, wat speelt er allemaal in ons, in ons universum? He, dus alle. Wonderen, alle onzekerheden, alle twijfels, alle angsten, zeg maar, die we hebben en die we voelen. al sinds het begin van de mensheid. Zeg maar, die worden verkend, verder verkend door. door mensen die na, naar de randen lopen. Je moet het een beetje visualiseren, maar dus naar de randen lopen van wat we weten. En proberen om. om daar een soort van overheen te, te gaan. Natuurlijk wel met gevaar voor iedereen ook een beetje, maar. Zonder die randen heb je ook geen eenheid. Zeg maar je ook geen midden waarin iedereen veilig is, toch? Um, compleet denker, dat vind ik ook een mooie. Ik voel me geen complotdenker, maar ik voel me een compleet denker. De kanarie in de kolenmijn, zegt Iris. Ja, ja dat is zo. En uh, nou ja. Ik vind het wel dan weer jammer. Laten we daar nog even mee doorgaan naar het laatste onderwerp. De humorloosheid. Die, die je wel vaak ziet bij, um, laat ik het zo zeggen, onsuccesvolle complotdenkers. Ik zag vandaag uh, vanochtend vroeg zag ik een Facebook post van uh, Riepke Zelmaker, Dus die, die vaak voorbij komt, natuurlijk. Um, ja, tenminste, wel in mijn tijdlijn. Ik heb hem nu maar even op ignore gezet. Maar. Die, die dan um, de Heil Hitler goed nu vergelijkt met het mondkapje. En als je niet mee, als je, zeg maar, je distantieert van de Blauwe Tijger of café Weldschmerts, of hem of anderen, dan ben je eigenlijk al sta je al met je, met je hand, met je rechterhand omhoog. Dat was letterlijk wat hij wat zei. Ja, letterlijk. Wie zich distancieert, maakt zich hier aan schuldig. Dat is eigenlijk. Dan denk ik. Lighten up. Weet je, dit is. Uh, je kunt, dit is dus Als je gaat complotdenken, moet je niet ook gaan intimideren. Want dan, uh, dan krijg je inderdaad terecht uh, kritiek. Ja, wat is er. Helemaal, is het helemaal waar, laat ik het zo zeggen, dat het uh, woord complotdenken door de CIA is verzonnen? Het zou heel goed kunnen hoor. Ik zou trouwens even kijken. Waar dit, is een, uh, dit kan ik erg aanbevelen, Diane West. Uh, is het een spiegelbeeld ook voor jullie? Waarschijnlijk wel. American Betrayal, the Secret Assault on Our Nation's Character. Dat gaat dus over dit soort dingen. Over de um, rol van de CIA in het eruit werken van dissidenten. En um, hoe het, nou ja, laat ik het zo zeggen, het communisme eigenlijk zich heeft. Nou um, ja, ook eigenlijk het fascisme en het nazisme. Want heel veel nazi's um, um, zijn natuurlijk naar Amerika gegaan en zijn daar toen ingezet. Uh, om werk te doen voor de CIA. Dat is volgens mij min of meer algemeen bekend. In, ja, inmiddels. Ik heb een beetje last van mijn ogen, jongens. Ik weet niet. Ik heb iets opgesmeerd wat niet helemaal lekker zit. Dus, dus als ik een beetje aan tranen ben. Um, nee, maar dit, dit is een heel goed uh, boek. This explosive book is a long-needed answer to court histories that continue to obscure. Key facts about our backstage war with Moscow. Must, must reading. En zij, zit ook op, zij heeft ook een YouTube-kanaal, volgens mij. Maar ze is echt een hele, een hele intelligente dame. En um, enorm, uh, heeft enorm veel kennis over dit onderwerp. Heel zuiver. Um, geen woke dingen erin of wat dan ook. Dus dat kan ik erg aanbevelen. En kijk, het, het is ook vaak dat je alternatieve literatuur leest in deze tijd, helpt je ook heel erg in het helder zien. Kijk, soms denk ik wel eens van. Er is volgens mij ook inmiddels al een COVID-boek uit of zo. Hè, over de, de, de pandemie, of zo. Ik weet niet precies hoe het boek heet. Maar denk oké, okay, maar soms moet je eerst de backup informatie weten. Gewoon wie, wie trekken er aan de touwtjes? Wie uh, waar gaat deze. Deze huidige strijd nu over. Weet je wel? We worden de hele tijd in het links-rechts-frame gehouden. Maar het, is wel, het, is natuurlijk, het gaat natuurlijk wel echt over hele andere krachten. He, dus nationalisme, globalisme. Um, mensen die een hele, andere, een hele andere toekomst voor ons zien dan, dan wij zelf. Dat, dat, dat is alleen al het grote verschil, of het grote onderscheid, zeg maar. Mensen versus systemen. Weet je, dat. Jorin zegt toch toen sommige ontwikkelingen wel denken aan de jaren dertig. Uh, ja. Uh, de jaren dertig in Duits. Ja, dus ja. Misschien kun je nog een voorbeeld geven. Ik heb even niet een voorbeeld waar ik nu even op door wil eigenlijk. Ik kan weer over censuur beginnen of. Um... Maar het... het uh, Zo noemde jij het ook alweer. De... presentator van een Australisch programma... die zei letterlijk... Over het World Economic Forum... It's a hardcore leftist eco-horror show... replete with quasi-fascism. Het is het quasi-fascisme inderdaad... Wat... Wat het, wat het mij aan de jaren dertig doet herinneren. Het is, niet, het is niet in your face, zeg maar. Maar dat maakt het nog griezeliger. Eco horror show. Dus dat ze nu de coronacrisis willen koppelen aan klimaatcrisis. Uh, en zou alles willen samenbrengen als een soort uh, ja, plan. Lekker bak hierbij. Ik heb uh, groene thee. Groene thee. En ik ben begonnen met een water met citroen met van dat groene poeder erin. Dat is echt heel vies. Dat smaakt gewoon naar gras. Maar dat heet dan een superfood. En dat neem ik omdat ik dan denk dat dat goed is. Maar het is ook wel goed. Matcha poeder. Nou, dit is gewoon matcha in een zakje thee, zeg maar. Um, het probleem was, ik ben dus um, door thuiswerken en wij, mijn man werkt ook thuis. Je gaat gewoon veel vaker uh, gezellig uh, borrelhapjes en nemen eind van de middag gezellig uh, wijntje erbij, weet je wel. En op een gegeven moment zeiden we van, nou ja, dit, dit kunnen we niet gewoon blijven doen. Dus we zijn nu weer helemaal op het uh, door de week <laughs> is door de week en weekend is weekend. En een beetje op. Een gezonde toer. Ik hoorde van heel veel mensen overigens. Die een heel ander soort eetpatroon hebben. Een, ja, een slechter eetpatroon hebben ontwikkeld. In deze crisis. Je bent de hele tijd in de buurt van de keuken. Je moet eigenlijk een soort slot hebben op de koelkast. Of een iets wat dan roept. Heb je echt honger? Of ben je gewoon aan het vervelen? La la la. Wat is er met Bert Brussen aan de hand? Lijkt ook ratio kwijt op dit dossier. Op het coronadossier? Ik denk dat hij zijn hekel aan mensen groter is dan... <laughs> Ik bedoel, dat zegt hij zelf ook, hoor. Zijn hekel aan mensen is groter dan zijn liefde voor... Nou ja, de, de, het, het idee van vrijheid en, en dat soort dingen. Um, dus hij vindt het... Hij, het idee dat Nederlanders... Uh, in de pas moeten lopen, nu een keertje. Vindt hij, volgens mij heeft, heeft hij een soort van. heimelijk genoeg of zo. Ik, dat, even, dat is mijn eerlijke antwoord. Bert Brussen is in het, het echt heel gezellig en grappig. Maar hij is, hij is gewoon diep en diep cynisch en uh, verteerd, eigenlijk, door teleurstelling van ja, gewoon de mensheid. Helaas, waarom is hij ook weggegaan uit Nederland. Maar het is jammer dat het niet, uh, ja, dat, dat hij, uh, ja, daar geen balans in heeft. Altijd, laat ik het zo zeggen. La 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 la. Sven Hulleman is een vriend van Jord Kelder, die is bevriend met Rutte. Met wie is Jort Kelder niet bevriend, jongens? Jord Kelder is bevriend met Rutte. Jord Kelder is bevriend met Thierry. Jord Kelder is bevriend met Sven Hulleman. Jord Kelder is bevriend met iedereen bij de NPO. Jord Kelder is bevriend met, uh, hoe heet hij ook weer, van business class. Harry Mens. Jord Kelder is bevriend met, ik bedoel, het is, het, is een, uh, een soort, het is gewoon een rechtse prostituee eigenlijk, min of meer, toch? Ja, Rutte is natuurlijk niet rechts, maar. Heel raar. Ik heb hem één keer uh, ontmoet, maar dat ging heel raar. Want hij, ik zei iets, maar hij deed net. Want hij, hij, um, ik zei iets en hij stond daar een beetje zo naar me te kijken. Echt van waarom moet ik met jou praten of zo? Dat was heel, heel bizar. Oh ja, goed. Hij, hij wil graag in het middelpunt staan ook. Dat was een beetje mijn indruk. Een dandy. En zijn pakjes worden ook elk jaar een millimeter krapper. Misschien dat hij daar, omdat hij dan denkt dat hij zelf een beetje groter is of zo. Ik weet niet. Net als dat je zo'n fase had waarin stropdassen steeds groter werden. Weet je wel, een soort van, het begon met een, soort, een beetje groter en toen werden ze echt huge. Uh, zeg maar die knopen, zoals Pim Fortuyn ze ook had. En toen werden ze, in een paar jaar werden ze gewoon weer heel smal. En nu is het er heel erg in om zo'n soort van maffioos dasje te dragen, geloof ik. Dan ook in dezelfde kleur als je, als je jasje. Ik tegen jullie mag dit soort dingen allemaal zeggen, maar als ik, als ik hier thuis over praat met mijn, met mijn echtgenoot, dan zegt hij altijd dat ik er helemaal geen verstand van heb. Maar, oh ja, stropdas, dat mag je dus niet zeggen. Nee, dat, Mag ik hier ook thuis niet zeggen? Stropdas. Het is een das. En een das moet langer zijn dan je. Uh, dus moet over je riem heen. Of op je riem vallen, geloof ik. Niet erboven. Waarom hebben we het hier, we het hier over? I don't know. Ik ben echt helemaal. I'm just totally lost. Negen uur. Eh, jullie moeten ook aan de slag, denk ik. Ik moet ook gaan werken. Ja, Tony, het is ook, uh, het is mooi geweest inderdaad. Verder dag, fijne dag, jij ook. En morgen, uh, morgen, ben ik er voor de borrel en dat is om, omstreeks vijf uur ongeveer, misschien iets later. En ik zal hem tijdig aankondigen zodat je weet hoe laat we beginnen. En ik hoop dat jullie uh, uh, sterk speel die groene thee. Moa. Het werkt wel iets. Je merkt wel dat het, dat het je. Je wordt er wel een beetje links van. Die matcha thee. En ik heb gisteren granola gemaakt in de oven. En brood gebakken. En dat soort dingen. Het is allemaal. Uh... Maar je wordt er een beetje linksig van. Maar als ik dan ga sporten. Ik ga zo weer even sporten. Daar word ik dan weer heel rechts van. Hebben jullie dat gevoel ook? Als ik heb gesport, ben ik echt rechtser dan daarvoor. Dan gewoon denk ik echt. Fuck you all gewoon echt. <laughs> jullie stupid people. Jord Kelder heeft een cocaïne liggen. Nou, laten we daarmee afsluiten in ieder geval met deze, met deze constatering. Uh, en morgen gewoon verder gaan. En ik hoop jullie daar weer te zien en te spreken. En dag alle 337 kijkers. Um, leuk dat jullie er zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als je hier voor het eerst bent, dan zou ik dat zeker doen. Want dan kun je gewoon meedoen de volgende keer en um, ben je er gewoon bij. Goed jongens, fijne dag verder. En keep up the good work. Stay strong. Stay healthy. Stay awake. Oké, okay, ciao.